Dit is 30 en nooit meer een baas. Werken voor een baas. Steeds minder dertigers hebben daar zin in. Er zijn meer ZZP'ers dan ooit en ook worden er steeds minder uren gewerkt. Influencer Zanella verruilde 3,5 jaar geleden de werksleur in Nederland voor meer vrijheid in het paradijselijke Thailand. Dankzij haar online cursussen Leren Manifesteren kan ze met haar gezin verblijven op een closed compound voor 5000 euro per maand. Vanuit dit paradijs leert ze duizenden volgers hoe ze voor zichzelf net zo'n leven kunnen wensdenken als dat van haar. Hoe sneller je naar het hart kan luisteren, hoe sneller je keuzes maakt op basis van dat gevoel, verandert alles. Je moet 1 miljoen euro kunnen dragen. Je moet die persoon zijn. Oké, kijk. Wat jij gelooft, wordt jouw waarheid, is jouw waarheid. Even voor voorbeeld. Ik heb altijd geloofd, dat was mijn overtuiging, dat ik moest studeren, dat ik keihard moest werken en dat dat de enige weg was. Ik kon een ander plaatje niet voor me zien. Ik geloofde niet dat ik voor mezelf kon werken of dat ik succesvol bedrijf kon hebben. En toen ik aan de slag ging en ging geloven dat het ook mogelijk is voor mij, ander leven, minder hard te werken, toen werd dat mijn werkelijkheid. Toen werd dat mijn waarheid. Hoeveel geld komt er binnen? Ja, en hier schrikken heel veel mensen van. Maar er komt 100.000 euro netto per maand binnen. Ik heb pakketten van 100 euro tot 3.000 euro bij wijze. En 1-op-1 zit je echt wel op 15.000 euro voor 3 maanden. En die mensen worden allemaal geholpen? Ja. Met? Manifesteren. Met manifesteren. Met controle nemen over hun leven en een power komen te staan. Let's go! Kan je je voorstellen dat mensen die hier naar kijken en het woord manifesteren horen wanneer we praten over de cursus die je aanbiedt, van die meid die verkoopt gewoon gebakken lucht? Ja, ik kan het me dat 100% voorstellen. Ik snap het, want een paar jaar terug was ik die persoon die dat zou denken, zeg maar, van iemand anders. Maar ik heb het zelf meegemaakt, ik heb het zelf ervaren. Ik ben zelf het levende bewijs van wat er mogelijk is. En nu zijn mijn klanten ook nog het levende bewijs van wat er mogelijk is. Weet je, ik ben niet meer alleen. Wil je mijn huis zien? Ja, heel graag. Ja, laat mijn huis en mijn kantoor. Je mijn huis, keuken, kantoor, alles. Mijn slaapkamer. Gewoon, dit is het. This is my crib. Dit bed kan zo omhoog. Als ik hem dan op het strand zette, dan zet ik zo deze klep omhoog. En dan ging ik lekker hier zo. Zo zitten werken. Zo, en dan was ik zo hier, zo het strand. En dan, als ik dan weer klaar mee was, ging ik even zwemmen en dan kwam ik weer terug. En, wat is er mis met het huidige werksysteem? Het is vooral heel erg gedateerd. Het komt voort vanuit de industriële revolutie. En wij werken nog steeds op de manier zoals 300 jaar geleden in de fabriek. We denken nog steeds tijd is geld, aanwezigheid is productiviteit. Managers die moeten er zijn, want anders werken mensen niet. En dan maar te doen alsof het zo'n leuk bedrijf is, omdat je daar zo'n gratis yoga-klasse hebt en dat je wel mentaal goed zal voelen, terwijl heel je bedrijf is rot tot aan de kern, waardoor je überhaupt zo'n yoga-klas nodig hebt om een beetje nog jezelf staande te kunnen houden in onze maatschappij. Het is gewoon helemaal verknipt. Ik had een heel negatief beeld van werk. Dan moet je luisteren naar een baas en die vertelt je wat je moet doen. En je kijkt een beetje op de klok van 9 tot 5. En daar zat ik helemaal niet op te wachten. Lennart die was echt een luis in de pels. Die stelde bij alles, weet ik veel vaak, de vraag waarom ik dingen deed zoals ik ze deed. En hoe ik dan zou willen worden herinnerd. En ik weet nog dat ik altijd best wel in het begin van het bedrijf dacht van ik kan het zelf het beste. Op een gegeven moment dacht ik ook wel van maar waarom heb je dan allemaal collega's? En als ik nu kijk, ik heb eigenlijk maar een beetje een hekel aan om baasje te spelen, zeg maar. Je bent één van de, dus je stelt jezelf veel meer gelijk aan het collectief in plaats van boven het collectief. Wat wij bij deze organisatie hebben gedaan is onbeperkt vakantiedagen zijn hier. Dus niemand komt ooit verschijnen op zijn werk hier? Dat is dus precies het tegenovergestelde. Mensen voelen zoveel vertrouwen en verantwoordelijkheid voor de hele tent dat ze zelfs te veel komen werken. Dus een beetje het probleem met onbeperkt vakantiedagen is dat ze het niet opmaken aan het eind van het jaar, want ja, je hebt onbeperkt. Dus wij moesten mensen op vakantie schoppen met regelmaat, want ze gingen niet altijd. En wij hebben toen nog wel gedacht, dit is absoluut het nieuwe. Terwijl wij nu ook zeggen, het is voor sommige mensen minder suboptimaal dan datgene wat er bestaat, maar het is niet de nieuwe heilige graal. Bedrijven raken jonge mensen kwijt omdat die niet meer willen meedraaien in het oude systeem. Zo ook Freek. Hij was politieagent, maar daar werd hij niet gelukkig van. En dus maakte hij, net als veel andere mensen, de carrière switch naar zelfstandig lifecoach. De sessies van Freek zijn actief, dus hij coacht zijn cliënten tijdens een grote wandeling of op de stormbaan. Zowel fysiek als mentaal sterker worden, zeg maar.
10 keer op de bok springen. 3. Terwijl de cliënt van Freek zich in het zweet werkt, vertelt Freek hoe hij tot deze grote beslissing is gekomen. Oh, dat is een jaar of 4 geleden. Kreeg ik vanuit de politie uit, kreeg ik de kans om een opleiding te volgen tot vitaal consulent. En dat was niks meer dan 10 lessen, verdeeld over 6 tot 9 maanden, waarin we wat voeding, stress, slapen en zo een aantal onderwerpen zeg maar, behandelden. Ook coaching zat er ook bij. En toen dacht ik, nou, dit sluit zo aan bij wat ik zoek. Ik wil er meer van weten. Toen heb ik bij die aanbieder een opleiding gevolgd tot coach en personal trainer. En daar ben ik nog drukdoende mee bezig. Dat is een jaar of 4 geleden. Waarom ben je gestopt met het werk als politieagent? Ik heb al een tijd bij de politie gehad dat ik dacht van, is dit wat ik zoek? Ik had te weinig tijd om daadwerkelijk iets voor mensen in het dagelijks leven te kunnen betekenen. Daarnaast kon ik ontzettend slecht tegen die nachtdiensten. Je had veel onregelmatigheid. Ik kreeg er een kleine bij, dus ik vond dat ik vanaf toen te weinig thuis was voor wat ik wilde om bij mijn gezin te kunnen zijn. En al met al maakte dat gewoon dat ik dat niet meer wilde. Voor een jong gezin is dat natuurlijk nogal iets. Zomaar je baan opzeggen omdat die niet meer bij je levensplannen past. Dat was vooral die onregelmatigheden en nou ja, de tijd met zijn gezin dat hij toch echt wel dingen miste. Nou ja, veel meer plannen en de feestdagen. En sinds nou ja, Jula er is, vond hij dat dus wel echt lastig. En nog een andere kleine opkomst? Ja, die komt als het goed is over 2 maandjes. Hoe reageerde je vrouw toen je met het nieuws thuis kwam dat je wilde stoppen als politieagent? Ik was eigenlijk gewoon thuis en we hadden het erover weer een keer dat ik voel me er gewoon niet helemaal happy bij. En ik weet niet precies of dit is wat ik wil doen. En papa geven. Papa, gooi je papa om opeten. Oh, de eitjes. Ja, de eitjes. Toen vroeg mijn vrouw ook gewoon eigenlijk, maar hoe voel je daar dan bij? En toen kwam eigenlijk gewoon het woord ongelukkig eruit. En bij dat woord kwamen gewoon een paar tranen. En toen dacht ik, wow, wat is dit? Dus ik schrok er zelf eigenlijk een beetje van dat het dus zo diep was. En ik denk, als het zo diep zit, dan wil ik daar wat mee. Freek lijkt het pad naar zijn geluk te hebben gevonden. Hij is niet de enige met die zoektocht. Zanella stopte al eerder met het werken voor een baas en wist desondanks een droomleven en droomvilla in Thailand te manifesteren. Ik ben dus 3 jaar geleden begonnen met eigen onderneming en ik dacht eigenlijk van, oké, ik wil andere mensen leren wat manifesteren is. Dat is en hoe het in je power komt staan. Want ik kon toen al hele goede banen manifesteren waarbij iedereen dacht, hoe dan? Hoezo heb je altijd dat geluk, weet je wel? En nu leer ik dat andere mensen. Dus ik leer andere mensen, andere vrouwen vooral, om in een power te komen staan. Om controle te nemen over hun leven. En hun eigen waarheid te leven. En hun leven te creëren hoe ze dat willen creëren. Mensen kunnen soms niet eens geloven dat ik maar 3-4 uur per dag werk, weet je wel. 3 tot 4 uur per dag? 3 tot 4 uur per dag. Volgens mij zijn wij opgevoed met het idee dat je 40 uur moet werken fulltime. Maar ja. Jij werkte 3 tot 4 uur per dag. Ja, en ik kom daar vandaan, hè, van fulltime werken. En dit laat zien, en daarom laat ik dit zien, ik maak de weg vrij voor vrouwen om te laten zien dat het anders kan. Dat dit ook een werkelijkheid is. Dat je ook 3 tot 4 uur per dag kan werken. In paradijs. In paradijs. Uiteindelijk deden de collega's dat met elkaar, het salaris bepalen. En die deden dat veel conservatiever dan dat de 2 ondernemers eigenlijk het deden. Dus mensen gingen eigenlijk onder hun eigen salaris zitten? Nou, onder het salaris wat ze anders hadden gekregen als Cedric en Patrick, de 2 oprichters, het hadden bepaald. Ja. Nou, netjes. Ja, zeker, ja. Maar dat is een soort van dat... Ik denk dat wij zoveel vertrouwen gaven aan de collega's dat ze dat niet wilden beschamen. En dat ze dus eigenlijk alles deden om de organisatie hoog te houden en hun eigen belang eigenlijk weg te zetten voor het groepsbelang. Ja, ik dacht toen nog, ik hoop dat ze mijn baan aanbieden. En ik kan me nog herinneren dat Lennart toen zei van, ja leuk, ja, samenwerking zou leuk zijn, maar ja, we gaan je niet aannemen. En dat Lente zei, nee, want dat moet je zelf doen. Dat ik toen zei van, ja, maar oké, dus gekscherend als ik nu 10.000 euro in een Ferrari vraag, zei ja hoor, dan tekenen we gewoon. Yep. En dat ik dacht, nou, maar deze jongens die zijn helemaal raar, dit gaat helemaal niet goed komen. Ik ben gewoon heel veel dingen gaan vergelijken. Dus de functie die ik ongeveer zou gaan bekleden, heb ik gewoon uitgezocht door wat verdient iemand daarvoor. En ja, toen dacht ik, ja, ik kan mezelf onnodig moeilijk gaan maken en de kans dat ze het niet accepteren. Dus ik kies gewoon voor minimumloon. En toen dacht ik, hè? Hoe dan? What the fuck? Hoe dan? Waarom zou je niet meer... Ja. Nee, ik ben nog steeds een beetje flabbergasted daarover. Oh, Stijn, wat doe je nou? Ik merk dat ik dus autonomie en vrijheid heel belangrijk vind. En dat werd steeds minder. En dat kwam doordat ze steeds meer van die teampjes kregen, waar dan altijd een hoofdcoördinator op zat. En het maakte op een gegeven moment niet meer uit welke melding je had gemaakt. En dat is dus dat vastgelegd in het systeem. Er zat altijd
tijd wel iemand boven die zichzelf belangrijk vond op dat space. En dan kregen we een mailtje: zou je dit anders willen doen? Wil je dit aanpassen? Het was nooit meer goed genoeg. Nooit meer. Neem even mee in een voorbeeld. Nou ja, een huiselijk geweldzaak, hè? Dat gebeurt best wel veel in Nederland. Als je daar een zaak in had, dan kon je gewoon bijna niet meer zelf bepalen wat je daar deed. Dan kreeg je standaard een aanreactie. Nee, je moet veilig thuis in kennis stellen, of je moet dit, of je moet dat. Dan denk je, ja, kom op, we hebben ook nog iets van gezond boerenverstand. Ik doe dit 10 jaar. Ik ben er al zo lang geweest. Het is leuk dat jij een cursusje hebt gehad van een paar dagen over zorg en veiligheid. En dat jij een stroomschema kunt volgen van, oh ja, hij moet een melding doen. Dan denk ik, ja, weet je, klein beetje vertrouwen, jongens. Dat ik ook echt wel weet hoe ik zelf mijn werk moet doen. En dat ik zelf ook wel kan inschatten of iets naar veilig thuis moet of niet. Je werd gewoon opgeslokt door protocollen. Ja, dat gaat voor mij de charme van het werk eraf. Misschien is dat wel de beste omschrijving ervan. Dus ik dacht, nou, ik heb dit nou een paar jaar geprobeerd zo. Ik heb het ontzettend leuk gehad. Het verandert niet. Dan gaan we weg. Dan verander ik wel. Dan verander ik wel, ja. Je hebt gewoon bij de politie veel sociale zekerheid. Je hebt ontzettend goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je hebt hartstikke leuke collega's. En het werk aan zich, wat je doet op straat, is ook nog wel leuk. Dus daar blijf je voor. En als je het er wel eens hebt met collega's, dan zit er wel meer met de vraag om weg te gaan. Dan zeg je, ja, maar je hebt het hier zo goed. Dus daar geloof je in het begin ook gewoon in. Totdat je die sociale zekerheid, en dat zeg ik tussen haakjes, gaat ervaren als een gevangenis die je daardoor niet weg laat gaan. We kijken nu uit op het gebied waar jij als politieagent aan het werk bent geweest. Ja. Mis je het werk als politieagent? Nou ja, als je dit zo ziet, hier, dit is het Zwarte Cross terrein. Het liggen wel mooie herinneringen, ook met het werk. Tuurlijk is dat mooi en nou, misschien mis je het dan wel een beetje als je hier dan zo bent. Verliest de politie op deze manier veel mensen? Je moest veel nachtdiensten draaien, ja. Was niet veel perspectief. Kijk, iedereen die binnenkomt, die is natuurlijk knetter gemotiveerd. Dat is ook goed, moeten ze hebben. Maar ja, op een gegeven moment is dat niet meer voldoende. En dan ga je ze kwijtraken. Kun je ze kwijtraken. Niet allemaal, lang niet allemaal. Maar je raakt wel een hoop volk kwijt, ja. Het is natuurlijk eigenlijk ook wel zonde, hè? Dat, ja, je hebt een blauw hart, zeg je zelf. En je wordt nu life coach. Die beroepen, we hebben toch echt politieagenten nodig. En ja. Zorgmedewerkers. Ja, ik vraag me af. Het is wel een goede gedachte, hè? Van wat nou als het anders was gelopen? Wat nou als er wel plek was geweest bij de politie om wat meer te doen wat bij me past? Wat nou als er wel meer perspectief was? Wat nou als ze dat wel hadden opgelost? Was ik dan gebleven? Nou, ik durf niet te zeggen dat ik niet was weggegaan. Misschien was ik wel gebleven, dat weet ik niet. Tanella woont en werkt in Thailand als manifestatie-influencer. Met haar gezin leidt ze hier, naar eigen zeggen, een droomleven. Ik ben nu een dag met jullie op stap. Dat is absoluut geen straf, maar is het echt zo heerlijk als ik jullie zeg dat het is? Het is echt zo heerlijk. Ja, voor ons wel. We beginnen de dag, elke dag kinderen naar school. En dan stoppen we hier. Gaan we even een strandwandeling maken van een half uurtje. Half uurtje weer terug, kooksnootje mee. Naar huis en dan begint onze dag. En de toekomst? Ja, wij kijken nooit ver vooruit. We laten ons leiden door het leven. Maar op dit moment voelen we ons echt op ons plek hier. Dus we willen voorlopig gewoon hier blijven. Is 9 tot 5 werken, of de red race, hè, waar we het steeds over hebben, dat hard werken. Is dat een illusie? Ja, ik geloof heel erg dat het een leuke is waarin we zijn gaan geloven. Want ik geloof niet dat het op die manier moet. Zelfs als je geen ondernemer bent. Ik vind dat als werkgevers moeten ook kijken hoe kan het anders. Want ik geloof niet dat je productief bent als je van 9 tot 5 werkt. Ik vind het gewoon een heel ouderwets systeem waar verandering in moet komen. Zou je het iedereen aanraden om gewoon je spullen te pakken en te gaan verkennen? 100%. Want weet je wat het is? We hebben maar één leven. Het leven is superkort. Je hebt geen idee wat er morgen gebeurt. Heel veel mensen wachten op ideale omstandigheden. Die gaan nooit komen. Je moet die omstandigheden zelf creëren. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!